Het ministerie van Defensie heeft deze dagen bezoek van admiraal Keith Davids van de United States Special Operations Command South. Zijn visite ligt in het kader van de samenwerking met de Surinaamse Defensieorganisatie. Eerder dit jaar is er een kennisuitwisseling geweest tussen de twee defensiediensten. De communicatiedienst Suriname had in verband met het bezoek van admiraal Davids een vraaggesprek met defensieminister Krishna Mathura. Het is in het kader van de samenwerking die we hebben met Defensie van Amerika en met name Southcom. En we hebben januari gehad admiraal Feller, daarna hebben we gehad admiraal Davids en nu weer een admiraal hebben we gehad. En ik ben ook geweest naar de Southcom op bezoek. Ik heb ook bij de handingover van de commandant van Southcom ben ik er geweest. En we hebben hele intensieve samenwerking. We hebben materiaal gehad ter bestrijding van COVID, preventiemateriaal. We hebben een full-equipped veldhospitaal gehad die we gebruiken voor vaccinatie. En laatst voor het project met de Grammatti in Marowijne hebben we dat hospitaal gebruikt. We hebben gezamenlijke trainingen. Onze mensen gaan naar Amerika voor trainingen. We hebben virtuele trainingen. We hebben de JSAT-training gehad begin van het jaar. In Suriname, ook met Southcom. Dus ja, we hebben een heel intensieve samenwerking. En ik denk dat dat in het belang is van de veiligheid in Suriname. Maar niet alleen de veiligheid in Suriname, maar ook de veiligheid in de regio. En eigenlijk in het heel Westhalfrond. Southcom is Southern Command. Wat ze doen is, Amerika heeft dus de regio's in de wereld verdeeld. En daar hebben ze eenheden die dus samenwerken en verantwoordelijk zijn en samenwerken met de landen in de verschillende regio's. En wij zijn dus eigenlijk die samenwerking met Southcom. En wat is dat eigenlijk? Zij zijn belast met het heel westelijk halfrond. Dus dat is het eigenlijk. Die samenwerking die bestaat uit verschillende aspecten. Een belangrijk deel is gewoon wederzijdse bezoeken aan elkaar. Want als je elkaar kent en regelmatig met elkaar praat, ken je mekaars problemen. En dan kan je ook samen zoeken naar oplossingen. Dus wederzijdse bezoeken zijn onderdeel van de samenwerking. Maar ook trainingen, individuele trainingen, waar wij onze officieren en onderofficieren sturen, zodat ze inderdaad qua hun competenties op een hoger niveau zijn. Een derde aspect is gezamenlijke trainingen, want dan leer je elkaar systemen kennen. Dus de operationaliteit wordt veel beter, veel efficiënter, veel effectiever. Donatie van middelen is heel belangrijk in die samenwerking. Dat zien we, dat krijgen we. Dus dat zijn de aspecten waar we echt voornamelijk op samenwerken. En een belangrijk ander aspect is de delen van informatie. Kijk, als wereld staan we voor nieuwe dreigingen. Klimaatveranderingen, rampen, maar ook COVID is een nieuwe dreiging geweest die we niet gezien heeft. Heeft de hele wereld in haar greep. En je ziet dat hoeveel capaciteit nodig is om COVID te beheersen. En de bijdrage van het leger is ook heel erg belangrijk. Dus je moet je mensen trainen, je moet je mensen equippen en je moet je mensen ready maken voor niet alleen deze calamiteit en crisis die er is, maar komende mogelijke. Want je ziet ook, een aantal jaren geleden hadden we weinig rukwinden. De laatste jaren hebben we veel rukwinden gehad. De laatste jaren hebben we ook veel wateroverlast gehad. En je ziet dat je acuut moet optreden. Je moet meteen ingrijpen. En daarvoor is het leger heel belangrijk om mensen te hebben, teams te hebben die ready zijn, maar ook de equipment te hebben om meteen op te treden. Je ziet wat we nu doen met het leger is, er is een waterprobleem in Henar in Ikeri. En we ondersteunen.
Ja, ja, dat is in het kader van het criminaliteitsbestrijdingsplan. Dat gepresenteerd is door het ministerie van Justitie en Politie. En wij zijn onderdeel daarin. De ondersteuning hebben ze gevraagd. En wat wij doen is, we ondersteunen met 4 voertuigen. We surveilleren samen. We hebben een politieman per auto en militairen. En wij helpen die surveillance op een hoger niveau te brengen. Waardoor we inderdaad die veiligheid beïnvloeden. En hopen dat mensen zich veiliger gaan voelen als ze de surveillance zien. En dat criminelen ontmoedigd worden. Dat ze zien, hey, de politie is op straat en de politie kan me pakken en leger ook. En ik kan liever thuis blijven, ik hoef dit niet meer te doen, dit is niet goed. Dus dat is ook de bedoeling.